Komen we met 5 TS'en of zo? Ja dus. Het gaat vanzelf uit, zie je, als ik niks doe. Dan verdwijnt dit ook weer. Of nee, toch niet? Collega gaat daar weg. Hoi. Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTAV, LSPD voor en morgen. Vandaag spelen we met de brandweer. Ja, een kleine verandering aan de brandweeruniform zoals je ziet. Je denkt van, of ja, misschien denk je niks, maar in ieder geval, de achterjaar hebben wat anders aan dan jij aan hebt. Ja, dat klopt. Ik heb dit aan. Ik zelf had ik het gezien op GTA 5 mods. Toen heb ik het doorgegeven aan iemand die het bezig was met brandweeruniformen. Dus die kon daar wel iets mee. En dit is het eindresultaat. Ik vind het best wel sick. Nou, wat is het doel hier nou van? Wat vind ik het doel hier nou van? Er zijn heel veel meldingen waar de brandweer ook denkt, nou die jas die ga ik niet aan doen, ademlucht zeker niet. Dus wat kun je hier nou mee? Je kunt hier eigenlijk, dat is de verkeerde, simpelweg gewoon mee zeggen. De melding is binnenbrand, nou dan doe ik mijn helmpje op, dan doe ik mijn ademlucht op en dan doen we ook de jas aan. En zo zijn we klaar voor een binnenbrand en als er een reanimatie is of een auto-ongeluk, dan doen we alles weer even af. En dan kunnen we eigenlijk gewoon lekker zo en dan kunnen we de jas altijd nog aandoen. Dus dan een beetje het doel, een beetje het omkleedgevoel. Dat je kunt zeggen, oh, alarmering, we kleden ons om. Dus, nou ja, we zijn vandaag op de TS. Niks anders is er ook, de Scania. Ik vind hem wel sick. Hij is wel gereleased door Apple plantje. Maar nooit, ja, het model dat was van iemand anders. En die had er eigenlijk geen zin in om die af te maken. Of hij vond er niks, dus ja. Appelplantje kon er wel eens mee. Dikke shout-out naar hem. Ook deze uniformen zijn van Appelplantje. Zijn er niet uit. Misschien wel als ik de video maak. Maar in ieder geval. Ik mocht er al lekker mee spelen. Thanks. We doen de melding aan. En dan zien we wel wat gaat komen. Engine 39 respond to an automatic fire alarm. Address is Carson Avenue. Ik zal even de jas aandoen. Stel er is toch brand. Ja. Doen we onze deur ook dicht, jongens. Oh, de bevelvoerder moet nog gaan zitten. Ah ja, de TS was te snel, herinner ik me nu weer. Dus als we volle gas geven, dan zijn we ook meteen vertrokken. Dus daar houden we ons een beetje mee in. We zijn onderweg naar OMS. Voor de rest niks bekend, het zal wel van de winkel zijn. OMS heb je niet vaak in huis. Of ja, je hebt wel rookmelders in huis, maar dan, die zijn niet verbonden met de brandweerkazerne. Want als die wel verbonden zijn met de brandweerkazerne. En zo'n rookmelder gaat dus af, dat gebeurt in een winkel vaker dan thuis. Maar dan zou dus de brandweer meteen naar je huis komen. Dat is niet de bedoeling. Zeker niet als je niet kan koken. Ik knap dat wij hierheen moeten. De andere kazerne zal wel druk zijn. Want hier recht voor mij, waar die rode auto nu rijdt, daar is ook een brandweerkazerne. Ik heb nog bewust niet gekozen, maar goed. Blijkbaar zijn wij er ook nodig of zijn die anderen weg. Engine 39, show me on scene. Verkeren hem maar even. In het echt ging nu de bevelvoerder met twee manschappen kijken, maar omdat de brandweer, of omdat de bodyguards dat zelf niet kunnen. Oh. Is er brand? Oh, ik dacht even dat er brand was. Maar dat is een ventilator. Hoi. Hier kun je niet in, geloof ik. Nee, meldkamer. Wij geven onze status Engine weer 39 vrij. Show me available. En wij kunnen weer verder. Terug naar de kazerne als we daar komen. Het zal wel niet de kazerne. Waar ligt die? Hier zo.
Oh, daar gaan onze collega's. Engine 39, show me on scene. Oh, daar is het. Is toch wel redelijk. Ja, dat is toch wel heel redelijk. Oh, niet onze TS alsjeblieft. Ook niet mijn collega's. Nee, dit gaat verkeerd geloof ik. Nee, wat doe jij nou? Komen we met 5 TS'en of zo? Ja dus. Nou, dat was nou ook weer niet nodig hoor jongens. Dan gaan we weer terug naar de kazerne. Goed zo. Engine 39 respond to a cardiac arrest address is Bay City Avenue. Be advised PD on scene. Dit is dus zo'n melding waar je geen jas voor nodig hebt, vind ik. Oh, die collega zal wel gehoorbeschadiging hebben nu. Neem vooral de tijd, ja, dank je. Zo dan. Flink stuk rijden zie ik. Scherpe zon. Ja, fijn hoor jongens. Dan kan hij naar achter. Zo. Scheur er gewoon doorheen. Kan allemaal met deze TS. Zo, je ziet echt niks hoor. Komen er wel. Wel meneer, voor het stoppen. Je moet toch de beste weg vinden natuurlijk door het verkeer heen. En soms is dat tegen het verkeer heen. Het zou natuurlijk fijn zijn als een dikke, als een grote brandweerwagen met blauwe zwaarlichten en een hele dikke sirene, dat je die toch wel even voorlaat. Want zijn luchthoren achter je, of voor je beter gezegd in dit geval, is niet fijn. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, ik heb wel rijbewijs. Welke tegemoet gehad, maar dat was gewoon op de andere weghelft. Maar dat lijkt me niet leuk. Iedereen gehoorbeschadiging hier. Maar als we niet aan de kant gaan. Zo. Engine 39, show me on scene. Goedendag politie. Nieuwe Turan? Nee, oude. Ik zie het nu zelf niet meer. Mag ik? Ik zie het echt niet. Dat is oude. Ja, dat is de oude. Denk ik. Ja, dat is de oude. Oké. Okay. Even kijken. Wie staat er voor met slachtoffer? Als je niet in mij zou willen staan, dan zou dat heel fijn zijn.
naar de ademhaling luisteren. Engine 39 requesting EMS on scene. Ambu is gelukkig hier om de hoek. Nee, hij is dood, jongens. Zo'n piloot. Met de lucht gevallen. Zonde. Niks aan te doen. Ah, die animatie toch. Duurt lang. Zo, klaar met huilen. We gaan door. Damn, Daniel. Kom. Wij gaan naar onze kazerne. Toch niks te doen hier. Engine 39, show me available. Hoi, doei. Ah ja, binnenkort krijgen we ook nog een fix trouwens van Engine het dak 39 respond van de commercial structure fire address is Palomino Avenue. Sorry mevrouw. Ja, dan rijden we maar meteen vol overheen. We gaan naar een binnenbrand van een winkel. Kan er wel eens een groot brandje worden. Gelukkig om de hoek. Ga je ook even politie te plaatsen. Engine 39 requesting PD on scene. Engine 39, show me on scene. Eerste, eerste plaatsen. Daar is iemand aan het verbranden binnen. Dus snel handelen. Oh, schaal op naar middelbrand. Eén slachtoffer. Engine 39 requesting EMS on scene. Jezus. Die brandblussers hebben echt geen zin, geloof ik. Het gaat vanzelf uit, zie je? Als ik niks doe, dan verdwijnt dit ook weer. Of nee, toch niet? Denk ik. Ik gok niet te veel. Collega, ga daar weg! Nee, collega! Jezus. Mijn fout, sorry jongens. En mijn brandblusser is op. Collega, we gaan naar buiten, we gaan naar buiten. Ja, rip. Doe jij maar. Hoe is het met jou dan? Was je collega heen? Nou, dan zijn wij weer inzetbaar. Met opeens nieuwe collega's. Engine 39, show me available. Dan gaan we meteen door. Terug naar onze kazerne. Zullen we toch wel nooit aankomen. Engine 39 respond to an automatic fire alarm. Address is Lindsay Circus. Engine 39, show me on scene. Hoi. Hi. Niks aan de hand. Even achterkijken. Niks aan de hand. Dan is het goed, hè. Doei. Zo, daar zijn we weer. Voor jullie geen verschil denk ik, voor mij wel. Het is inmiddels voor mij een paar uur later. Ik werd geroepen en toen ben ik maar bezig moeten... Toen ben ik continu bezig geweest met allemaal dingen. Dus nu gaan we gewoon verder. We gaan naar een reanimatie. We rijden daar een paal om. Dus even geen idee meer. Hoe lang ik al bezig ben, dus ik ga gewoon nog even door. Nu van een reanimatie. Tijdens het opnemen van deze video. Oh,
dat wordt wat krap. Zijn de uniformen released? Dus dan weten jullie dat ook. De uniformen of de brandweerpakken die ik nu gebruik. Als het daartig is, dan kan ik het beter gewoon deze kant doen. Uiteindelijk komen we er wel. Daar staan paaltjes. Oh, 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 oh. Komen we er hier doorheen? Ik wel. Ergens hier, daar zo. Eerste te plaatsen. Ik doe maar mijn spul even uit. Engine 39, show me on scene. Meneer, mevrouw, meneer is het, hoorde mij? Hij hoort me niet. Ik ga mijn ademhaling controleren. Is er een ademhaling? Eens kijken, hij zegt van niet. Voelen we ondertussen de pols even. Engine 39 requesting EMS on scene. De pols is er. Dat is redelijk goed. Dus dan wachten we even op de ambu. Die zal zo wel komen. Daar komt een ambu. Naar achter. Hij knalde overal tegenop. Duw me te lang. Ik help meneer alvast. Overeind. Engine 39 respond to a commercial structure. Fire address is Lindsay Circus. Nou, we rijden maar zonder sirenes. Ook al is het nog best druk op de straat of op de weg. Ik denk dat mensen liever slapen. Ik weet toevallig wel dat ze hier gewoon vol met sirenes aanrijden. Is altijd wel grappig. Engine 39, dus, show me on scene. Plaatsen. Spullen aandoen. Helmpje op. Oh, dat is toch wel een flink brandje. We gaan vanaf buiten eerst aanvallen. Want naar binnen, ja. Jullie hebben het toen net al gezien. Meneer, kom naar buiten. Ja. Ja, meneer, rustig aan. Blijf vooral daar staan. We gaan het voor u oplossen. Tweede TS is onderweg, meneer. Zo te zien onder controle. Goed. Heeft die brandwonden? Nee, mooi. Zie je een brand? Nou. Wat blijft? Met je leven gered. Maar nou, dan gaan we weer. Doei! Niet meer nodig. Oh, ik rij eigenlijk gewoon rood. Engine 39 respond to a brush fire. Address is El Burro Boulevard. Zo ver, dan gaan we even prio 1 heen. Omdat het zich in die tijd makkelijk kan uitbreiden. Het wordt weer ochtend, laten wij de wekker zijn voor de mensen. Was wel enthousiast.
aan, blokkeer de weg. Dankjewel meneer. Oeh, oh, ik rijd verkeerd. Dan pakken we de spullen, hij zit heel bij van mij. Hoi. Engine 39, oh. Show me yes. Unseen. Het is nog een klein brandje. Oh nee, toch niet. Oh, ik loop er ook vol doorheen. Collega's, collega's, weg hier. Het gaat wel goed. Lijkt wel als ik het blus, tot ik eigenlijk gewoon het vuur meeneem naar mij. Daar zijn mijn collega's. Kom, jullie blussen. Oh, schoten. We gaan gewoon verder. Nou, alles onder controle. Rip. Wat doen jullie? Nou, wij stoppen ermee bij onze diensten erop. We zullen nog even met twee man naar de kazerne teruggaan. En dan daar melden aan onze collega's dat er 6 in totaal zijn gesneuveld. Oh, mijn bumper ligt er mooi af. Nou, het is 8 uur, uurtje overgewerkt. Ik vind het helemaal mooi. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja, 6 in totaal gesneuveld. Nee, wacht, 5, sorry. Ik zelf ben natuurlijk niet gesneuveld. Bedankt voor het kijken. Ik zeg tot de volgende video. Doei.